Hoi, superleuk dat jullie kijken naar Leeuwinnentalk. We zijn hier in Le Havre, waar de Oranje Leeuwinnen morgen hun allereerste wedstrijd spelen tegen Nieuw-Zeeland. En wij gaan met Leeuwinnentalk iedere dag voor en na de Oranje wedstrijd een uitzending doen in deze super toffe Oranje caravan. En ik zeg we, want ik ben niet alleen. Vandaag heb ik te gast, niemand minder dan... Dave! Gezellig! Heel goed dat je er bent. Superleuk. We gaan gezellig in deze caravan hangen, toch? Ja. Hey, jij bent YouTuber. Dat weet iedereen. Met superveel volgers. Maar wat niet iedereen weet, is dat jij ook groot Oranje-fan bent. Zeker. Klopt, hè? 100%. Hey, en je gaat morgen op de tribune zitten. Ja. Daar heb je al heel veel zin in. Zeker. Oranje outfit mee? Nou ja, dit is het meest oranje wat ik heb. Dus... Gaan wij regelen. Ik ga hem oranje maken voor jou. En als het goed is, hebben wij ook nog een oranje leeuwin te gast vandaag. Enig idee wie? Nou, ik heb een vaag vermoeden. Ik heb het ook vaag vermoeden, want daar is ze al. Hallo! Janine, het is goed dat je er bent. Dit is Dee. Kennen jullie elkaar al? Ja, we kennen elkaar wel. Verder niet. Nee, maar ik weet wel wie ze was. En ik weet dat ook wie zij is. Dus okay. dat is natuurlijk voor van social media. Inderdaad. Allereerst, je hebt het waarschijnlijk al 1000 keer gehoord, maar Janine, wat zie je er ontzettend tof uit. Dankjewel. Dus is dank echt heel erg gaaf. Volgens mij ben je nu al de meest besproken speelster van het hele WK, toch? Ja, dat zou kunnen. Maar ik heb al heel veel kapsels voorbij zien komen, hoor. Bij Amerika heeft iemand helemaal felroze kapsel. Bij Zuid-Afrika groen. Dus je bent niet de enige? Nee, ik ben niet de enige. Je bent wel de snelste sowieso met dit kapsel. Ja, dat denk ik wel. Hey, laten wij snel de caravan ingaan. Ja. Want het is niet heel warm. Jullie mogen als eerste. Ja. Ga lekker naar binnen. Okay. Die mag helemaal hangen. Hoe vinden jullie mijn caravan? Ik vind het een klein beetje ruiken naar verf, maar ik denk dat ik ook kom ja. Door alle oranje. Ik dacht, mijn haar, maar dat is... Dat ruikt niemand op verf. Nee, dat scheelt. Ik vind hem erg gezellig. Hij is vet, hè? Ja, nee, serieus. Echt vet. Heel gaaf. Heb je is het jouwe? Ja. Oh, sorry. Die moest mee, dat brengt me geluk. Oh, komen we zo, ja, komen we zo. Hey, ik begin allereerst even met dilemma's. Dilemma's, dat houdt in dat ik je twee voorstellen doe en je moet er één kiezen. Ja. Je mag er niet te lang over nadenken, allebei niet. Oké. Okay. Klaar voor? Ja. Allereerst, Janice, profvoetbalster of YouTube-ster? Profvoetbalster. Hey, profvoetbalster of YouTube-ster? Ik gok, denk ik, YouTube-ster. Ja, toch? Nee, nou, je weet het niet. Janice, 5 keer de Champions League winnen of 1 keer WK? WK. Ja? Ja, zeker. Sowieso? Ja, dat is groot haalbaarste voor een speelster. Dus ja, sowieso. Okay. Ja, ik had het niet anders verwacht op dit moment hier in deze rijkende. Maar je weet het niet. De Leeuwinnen worden wereldkampioen of Ajax wint de Champions League? De Leeuwinnen worden wereldkampioen. Heel goed. Ik ben ervan overtuigd. Ja, je bent ook Ajax-fan, hè? Ja, zeker. Ook Ajax. Maar ze had niet iets anders kunnen zeggen dan dit antwoord, denk ik. Nee, ik denk dat ik dan meteen een keer uitgetrapt word. Dus. Nee, ik ben nog best rustig. Ja, oké. Nou, ik had het anders gedaan, hoor. Ik had je de caravan uitgeduwd. Janice, een bad hair day of je make-up vergeten? Bad hair day. Bad hair day? Ja, ja. Sowieso? Sure. Heb je dat snel op dit moment? Nou ja, ik doe er wel wat in. Ja? Ja, zeker. Anders pluist het een beetje. Oh, okay. Want je haar is ook een beetje dood als je het veel verft en dat soort dingen. Dus... Zeker blond, hè? Dat ja, is echt, nee, is echt hoor. Oké, bed hair day dus. Ja. Okay. Ja, precies. D voor jou dan, filter of geen filter? Geen filter. Geen filter? Ja. Oké, goed. En als je filter moet kiezen, welk wordt? Nou, ik heb allemaal presets op mijn Lightroom. Allemaal presets. Oké. Geen filter. Ik een mooi filter antwoord. Nodig. Gewoon natural. Ja. Oké, cool. Janice, tot slot. Succesvolle internationale eigen kledinglijn of beste speelster van de wereld? Beste speelster van de wereld. Ook makkelijk, hè? Ja. Eigenlijk. Hartstikke makkelijk. Als je... Ja, we zijn hier voor voetbal, dus... Nee, en als je best speelster van de wereld wordt, dan kan je dat soort dingen ook uiteindelijk internationaal maken. Gewoon op de lange termijn denken. Slim. Ja, precies. Slim. Ze heeft het meteen nog helemaal uitgedacht. Oké, okay, mooi. Nou, jullie hadden dus net al mijn hele mooie beer gezien. Ik ben hier dus echt... Ik schaam me hier niet voor. Dit is mijn knuffel. Ik vind die echt lief. Mijn geboorte. Hij ziet er wel een klein beetje gehavend uit. Ja, daarom. Hij is ook een paar kapot gegaan. Daarom heb ik een pleister op geplakt. Hij heet Tommy en hij brengt mij geluk. En ik heb deze mee. Ik heb altijd gespeeld voor het Nederlands rugbyteam. Mm-hmm. En moest dus ook veel op toernooi alles. Ja. En ik nam deze altijd mee. Okay. Omdat het mij geluk bracht. En mijn vraag aan jullie is dus, vooral in eerste instantie aan jou. Mm. Heb jij ook, nou niet Tommy natuurlijk, maar heb jij iets wat jou geluk brengt? Een Tommy. Een, nou ja, iets wat je geluk brengt. Nee, ik heb geen beertje of zo, maar ik heb wel altijd standaard een wedstrijdsport bij aan of een wedstrijdstring. Ja, dus en hoe ziet die string of wedstrijdsport ja, bij gewoon aan? Een zwarte string, maar ja, nu zit er dus ook wat gaatjes in, omdat ik gewoon niet wil weggooien. Het is echt bijgeloof dat als je die niet aan hebt, gaat het niet goed. Nee, dat niet per se, maar wel in mijn hoofd van... Die moet, ja, het voelt inderdaad lekker.
Nou, ik moet wel zeggen, als ik zeg maar iets belangrijks heb, een filmpremière of zo, waar je dan echt in de spotlight staat, zorg ik ook altijd wel dat ik comfortabel ondergoed aan heb. Ja. Als loop je toch gewoon. Ja, dames en heren, we horen hier allemaal hele goede dingen. Je moet comfortabel ondergoed aantrekken. Dan ben je al halverwege, zit je lekker in je vel, zit je lekker in je onderbroek. Ben je al halverwege? Ben ik echt van overtuigd. Dus jou is het zwart, jou is welke kleur dan weer? Ook zwart. Ook zwart. Okay, lekker. Geen oranje dus, want dat had ik bij mij. Terwijl oranje sport bijvoorbeeld per se, dat heb je ook niet. Nee, gewoon niet. Zwart. Ja. Zwart. Oké, okay, cool. Maar geen bijvoorbeeld, sommige mensen willen dan eerst altijd hun linker sok en dan hun rechter sok. Zijn er dat soort gekke nee, redenen? Dat soort dingen heb ik niet. Nee, nee zeker niet. Heb je helemaal niet? Okay. Nee. Okay. Ben je te nuchter voor, hè? Ja, daar ben ik wel te nuchter voor. Hey, we hebben dinsdag hebben jullie afscheid genomen in Nederland. Er was heel veel fans, er waren heel veel familie en dat soort mooi. Dingen. Kijk even mee naar dit filmpje. Heeft dit wat nodig? Goed voor tussen. Ja, dit was mooi, of niet? Ja, het was echt mooi. Maar het lijkt alweer zo lang geleden. Ja? We wachten zo lang tot de eerste wedstrijd er is. Ja, ik hoorde het al. Hè? Jullie hebben gewoon echt zin om te beginnen. Ja, we hebben echt heel veel zin. Want dan ben je in je hotelkamer en met mijn kamergenootje Sherida Spitsen. Ja. Kijken we alle wedstrijden. Ja. Je en dan roomie. Is maar wacht. Ja, mijn vaste roomie, zeker. Ja, dat is misschien ook nog een beetje bijgeloof trouwens. Nee, ik moet echt alle roomie hebben. Ik moet echt Sherida. Wij husselden altijd. Dus ik vind het wel tof om te horen dat jullie dat juist heel erg. Ja, nee. Ik geef dat ook aan hoor. Als de coach het ooit verandert of ik weet niet wie dat regelt, dan nee. Dat dan geef ik dat aan. Nee. Verveel je wel eens? Want het ziet er heel gezellig uit allemaal nu en zo. Ja, klopt. Nou ja, je gaat je wel vervelen als er geen wedstrijden zijn. Het begint ook wel te kriebelen toch als je allemaal ziet voetballen. Dat en je de denkt, fans komen nu deze kant op. En ja, je ziet zoveel dingen voorbij komen. Dus ja, ik kan gewoon echt niet wachten. Hey, D, jij ziet nu deze beelden. Je ziet echt, het zijn sterren. Hè? Ja. Dit is professioneel alles. Ja. Jij bent natuurlijk ook altijd, heb altijd gevoetbald. Mm-hmm. Had je ooit kunnen geloven dat het zo groot zou worden? Heb je lang gevoetbald? Ik heb 5 jaar gevoetbald. Ik begon toen ik 12 was, dus bijna 10 jaar geleden. En ik merkte al toen ik zei van ik ga voetbal, dat was al best wel een ding. Zijn mensen, voetbal is voor jongens en meiden voetbal is slecht, weet ik het allemaal. Ja. Toen begon ik bij de meiden. Dat was niet helemaal mijn ding, want het niveau was er niet zo naar. Maar toen zag ik in de A1 een meisje voetballen, een vet mooie blonde meid. Die echt alle jongens helemaal van het veld afspeelde. Die wilde jij ook worden. En toen dacht ik, oh, dit is echt, dat was echt mijn inspiratiebron. Nou moet ik wel zeggen, technisch gezien. Altijd een klein beetje. Dus ik was echt heel slecht, maar ik vond het wel echt heel erg leuk. En ik vond het ook leuk om te zien dat ik als meisje wel gewoon meekwam in het jongensteam. Ja. Tot een bepaalde leeftijd dat jongens heel groot en sterk en breed worden. En ik met mijn 1,68 niet zo ver meer kwam. Toen ben ik gestopt. Maar ik vond wel bijzonder om te zien hoe het in de loop der jaren echt veranderd is, vrouwenvoetbal. En zeker toen we natuurlijk het EK hebben gewonnen. Ja, klopt. Toen het was zo'n grote stap. En veel meer mensen kregen echt respect voor vrouwenvoetbal. En dat vind ik echt heel gaaf om te zien. Ja, jullie zijn nu helden voor heel veel meisjes. Jullie doen natuurlijk goed, trainingen worden bekeken. Wij hebben beelden van je van training. Moet je even kijken hoe dat eraan toe ging. Ja, jij bent hier. Wat zie je hier? Jij bent alleen maar aan het spannen. Ja, nee, maar deze training. Ik heb ook zo gelachen met die meiden. Alles vloog erin. Is gewoon. Maar is dat niet normaal? Wel leuk hoe enthousiast jij bent op een training. Ja. Ook als je op een training speelt. Ja, altijd. Maar je bent echt in vorm nu, hè? Ja, ik voel me lekker. Je voelt je lekker, hè? Ja, ik voel me echt lekker. Dat zie je. Is het op zo'n training, hè, doen jullie ook potjes tegen elkaar? Ja. Dan bij jou in het team? Nee. Omdat jij zoveel scoort? Nou, dat niet per se. Nee. Ik bedoel, Vivian de Minima scoort ook hartstikke veel. Lieke gaat naar binnen, scoort ook net zoveel. Maar nee, we hebben echt onwijs veel plezier samen. En we genieten enorm. En je speelt ook, je hebt eigenlijk een soort van thuiswedstrijd natuurlijk in Frankrijk. Je speelt voor Lyon. Heb je wel een beetje een zware tijd gehad dit jaar? Een klein beetje? Vertel eens. Ja. Sowieso, je speelt met de beste spelers van de wereld, dus dat is genieten. Maar je wilt ook de belangrijke wedstrijden weer erin staan. Ja. En ik heb niet heel veel gespeeld in de grote wedstrijden. Maar ik heb wel altijd echt mijn focus op mezelf gehouden. En gewoon het vertrouwen gehouden van Sjaan. Je weet wat je kan en je weet wat je team kan brengen. Ja. Zodra je de kans krijgt, zorg dat je er staat. Nou, toen kreeg ik de kans in de Champions League finale. En ja, inderdaad. Maar eerst twee ballen. Tweede keer. Heb je dan niet dat je dat persoonlijk opvalt of zo? Dat als je er niet in staat? Nee, helemaal niet. Nee, maar als je ook ziet, met wie ik allemaal train, zijn echt sterren gewoon van Europa. Ja, is echt bizar. Ja. Dat zou misschien een keer leuk zijn om een YouTube-filmpje daar te maken. Een keer bij me langskomen. Kom graag een keer bij je langs. Ja, zo zou echt een cool dag zijn. In het leven. Nou, even bij deze. Kijk, kan je die gaan we gemaakt. Iedereen, die wordt zeker bekeken. Maar dat is echt fantastisch. Leuk. We gaan even, want er zijn heel veel fans en die willen allerlei dingen van jou weten. Jij hebt een oproepje gedaan aan je fans. Dat mag de komende
periode altijd. Stel je vragen. En we hebben er een heel aantal binnengekomen. Ik bedoel, ik kan je even... Het houdt niet op, ja. Nee. Dus ik moet er een paar gaan kiezen. Even zien. Bijvoorbeeld vraagt Ilse. Mm-hmm. Die vraagt jou, kun je een tip geven voor hoe je de beste voorzet geeft voor de goal? Nou ja, sowieso is het voor iedereen verschillend. Mm-hmm. Want ik kom uit mijn sprint en niet iedereen is net zo snel als dat ik ben. Ja. Maar voor mij is bijvoorbeeld persoonlijk belangrijk dat ik uiteindelijk mijn rust vind in de eindfase. Dus ja. Dat ik niet in die snelheid blijf. Dan, dat had ik vroeger dus, dan ging mijn voorzetten alle kanten op. En dat gebeurt nog steeds wel eens. Maar dat ben ik. Ik heb inderdaad soms mijn voorzetten de andere kant op vliegen waar ik heen wil. Ja. Maar uiteindelijk is het dus, ja... Ook moeilijker met 100% ja. snelheid, ja. Zeker, maar je stambeen is gewoon belangrijk waar je die neerzet. Zet je naast de bal neer, dus daar stuur je eigenlijk de bal soort van mee. En dat je hem uiteindelijk, ja, niet echt met je vreef, maar een beetje binnenkant vreef, ja, voorgeeft. Zodat je eigenlijk naar de spits toedraait of wie daar ook staat. Zo simpel is het, hè? Zo simpel is het. Ik zou zeggen, als jij het zo vertelt, dan denk je, nou, dat kan ik ook. Dat kan ik ook. Ilse kan het morgen ook, dus dat is helemaal goed. Volgende. Lotte vraagt, wat vind je jouw sterkste eigenschap? Ik wou bijna zeggen slechtste, maar sterkste eigenschap? Misschien het... Ja, dat ik nooit opgeef. Ik wou zeggen, als ik aan jou denk, denk ik echt aan jouw energie. Ja. Je hebt zo veel energie. Ja, dat is het. Op het veld, dat maar ook het. Als persoon, zeg maar. Ja, klopt. Ja, misschien jullie lijken ook wel een beetje qua energie wat dat betreft. Ja, want... Ik heb er echt duizend vragen, maar ik moet een kort antwoord dan. Heb je nog een? Wat is iets in je koffer dat je altijd meeneemt? Ja, sowieso mijn wedstrijdstring en... Ja. Nee, maar voetbalschoenen, ja, ik bedoel, daar moet je mee... Die heb ik nodig. Dat snap ik. Tot slot, komt er veel familie kijken? Ja, iedereen komt langs. Ja? Ja. De eerste wedstrijd alleen mijn broer en zijn vriendin. Ja. De tweede wedstrijd komt echt iedereen. Ja. De derde wedstrijd vrienden, mijn broers en het wordt familie één groot feest. Familie betekent veel voor jou, hè? Ja, echt enorm veel. Ja, ik bedoel, daar is ook waar alles begint. En uiteindelijk bouw je daar een soort van je huisje op. En iedereen kent je daar wel gewoon door en door. En ja, van buitenaf, op een gegeven moment komen er steeds meer vrienden bij. Maar die zijn er niet vanaf het begin af aan. En natuurlijk heb je vrienden nodig, maar... Het begint al bij één iemand, hè? Ja. We zeggen, lekkere veilige thuisavond, toch? Ja, zeker. Ik heb een verrassing voor jou. Nou, ben benieuwd. Zoveel verrassingen vandaag. Ja, we hebben een verrassing voor jou. Jij mag even op die kruk gaan zitten. Oké. Met mijn gezicht jullie kant op? Nee, met je gezicht... Met je gezicht die kant op, want kijk eens even wat wij hier hebben. Hé, mijn moeder! Hé, je moeder! Nou, dat de vraag ze opnemen natuurlijk. Ja, want dan weet ik niet hoe vaak. Je moet even zeggen... Ah, lieve! Hé, hey, mam! Zie je me? Lieve mam, je moet even de camera... Hé, hey, mam! Ik zie je niet meer! Nog een keer op het knopje. Mam, je moet nog een keer op het knopje drukken. Ja, doe ik! Ja, ik zie je! Ja. Hé, hey, mam! Hi, lieve! Hoe is het? Leuk, hè? Ja, echt superleuk. Zie je die caravan ook helemaal? Wat zeg je? Zie je alles hier van binnen en zo? Ja, ik zie alles, lieve. Echt leuk, hè? En lieve moeder, zie je de camera... Mam, de camera moet je iets naar beneden, dat ik je hele gezicht zie. Ah. Juist. Oh. Dat we ook je lippenstift zien. Wel zo houden. Ja. Je lijkt op je moeder. Ja. Dat zie je wel, hè? Dat is familie, ja? Dat ja, familie. Ja, zeker. Maar ook die energie heb ik ook van mijn moeder. Mam, je camera iets naar beneden. Ja, zo ja. Waarom bent u zo trots op Sinise? Ja, we snappen het wel, maar wat maakt dat zo... waarom bent u zo trots? Nou ja, hoe ver ze is gekomen en wat ze allemaal heeft gepresteerd. En het is gewoon, het is gewoon helemaal geweldig. En nu waar ze weer zo voor staat, het is gewoon heel mooi allemaal. Ja, ze zijn het ook hele lieve dingen over u, hè? Ja, sowieso. Wat zei je ook alweer? Nou, dat je zo belangrijk voor me bent, mam. Sowieso, alles is ook begonnen bij jou. En zonder jou had ik hier sowieso niet gezeten en gestaan. Zo, ik ben ook ontzettend trots. En we houden allemaal van jou. We zijn super, super blij. Alles. Ja, maar dat is wederzijds. Maar dat weet je. Ja, dat weet ik ook nog. En morgen gaan we knallen. Ja, sowieso. Morgen is het echt een grote dag. De eerste van de WK. Ja. Mam, je camera moet even naar beneden. Oh. Ja, zo. Goed zo, mam. Waar gaat u kijken? Ik ga hopelijk op de webcam gaan kijken. Met wel een oranje shirtje aan dan, hoop ik. Ja, sowieso. En een oranje lippenstift, maar. Ja. Jij ook, hè, met je rode lippenstift. Ja, zeker, man. Ja, en jullie zijn er allemaal klaar voor, hè, morgen. Ja, kan echt niet wachten.
Maar nee. Heb je dat elke dag al? Gisteren ook toen we aan het bellen waren. We kunnen echt niet wachten. Ik weet het. Het is gewoon nu nog één dag en dan is het gewoon zover. Ja. Dank je wel voor het inbellen. Heel leuk. Dank je wel, ja, man. Doei, lieve. Love you. Zet hem op, hè, morgen. Ja. Doei, mam. Love you. Doei. Doei. Maar sinds wanneer heb jij haat op mijn kont? Ja, het moet niet te hard en ook niet te zacht zijn. Ga je even rondleiding geven door het hotel? Dit! Maar even droppie. Een lekker droppie. Jullie hebben al heel veel droppies gehad natuurlijk. Oké, nou dit was dan de rondleiding van ons eerste hotel in Frankrijk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie ook gaan genieten van al onze wedstrijden hier in Frankrijk. Ja? Doei. Je spreekt net je moeder, maar dit is toch ook een beetje familie, ja. Of niet? Nee, we zijn ook echt vriendinnen geworden van elkaar. Ja. Maar dat is 2 jaar geleden allemaal begonnen en dan... Uiteindelijk gaan heel veel mij naar andere clubs in het buitenland voetballen. Dus je maakt gewoon heel veel dingen mee. Maar het is toch anders om altijd weer terug te komen bij het Nederlands elftal. Ja, dat snap ik. Ja. Het is gewoon vertrouwd en ja. Dan kan je ook gewoon je grapjes maken in je eigen taal. Ja, dat is ook leuk, hè? Is echt leuk, is anders. Hoor. Ja, is echt anders. Dat zal een boel schelen. Dave, voor jou is het natuurlijk ook wel even anders. Dat je normaal. Dit is een team. Ja. En normaal, jij bent overal op de wereld, maar wel veel alleen, neem ik aan, of niet? Nou, ik heb het geluk dat mijn lief vriendje mijn management doet. Dus die gaat overal mee naartoe. Oh, dat is En dat is wel echt perfect. Want dan maak je dus dit soort dingen mee, maar dan wel samen met degene waar je natuurlijk het allergekste op bent. Ja, je ziet hier, ik heb hier een foto. Ik heb even je Instagram bekeken natuurlijk. We gaan even hier naar deze foto. Kijk mee. Wat zien we hier? Dus ja, waarom hebben jullie Smurf finisher? Ik vroeg me dat af toen ik deze foto voorbij zag komen. Wat zien we hier? Nee, we waren hier aan de overkant. Gingen we winkelen. Ja. En want dan een dagje vrij. En toen zei Fief, oh, ik vind dit shirt echt leuk. Maar toen zag ik een van de Lion King. Zei ik, nee, ik neem deze. Zei ze, nee, neem deze nou gewoon. Toen zei ik, oké. En toen zei Jill, oh, die neem ik ook. Toen zei Fief, oké, neem ik hem ook. Laten we gewoon een foto maken. Zodat we in het hotel zijn. Dus dat is het eigenlijk. Echt, ik vind het echt een hele leuke foto. Het straalt, het straalt heel veel plezier. Dank je. Dave, we gaan naar jou door. Wat zien we hier? Dit is in Kaapstad. In volgens Kaapstad. Mij, ja. Cool. Ik ben er 2 maanden geweest. Ja. En ook een hele ervaring. Dat is echt heel leuk. Maar dit is voor jou een soort... Was dit een vakantie of begrijp je het helemaal verkeerd? Ik heb een tussenjaar genomen om eens even lekker te gaan reizen. En lekker mijn ding te doen. Ja. En een beetje te werken. En dit soort dingen te kunnen doen. Ja. Even naar Frankrijk om gezellig met jullie in de caravan te zitten. Ja, maar ja. Dit dan, de volgende Chinees, we zien jou. Ja, hij is mijn jongste nichtje. Die is echt, ik weet niet, ik heb zo'n bepaalde band, met een speciale band met haar. Ja. Die is gewoon ook zo gek als een deur, net als ik ben. Ze is nog maar zo klein. En ja. Zit het in de familie. Ja, nou ja, ik heb sowieso, ben ik altijd helemaal gek, maar kan ook heel rustig zijn. Maar dan zie ik die kleine en ja, het is gewoon genieten, joh. Ja, je straalt wel echt als je jouw Dave's nichtjes alles op die foto's, dat is echt heel erg belangrijk voor je. We hebben eventjes een beetje hier en daar rondgevraagd wat de verwachtingen en de voorspellingen zijn voor de wedstrijd van morgen tegen Nieuw-Zeeland. Louter positief. Iedereen denkt dat jullie gaan winnen, maar er is één iemand die heeft uiteraard het meeste verstand ervan. Kijk mee. Ik verwacht dat er heel veel strijd zal zijn. Nieuw-Zeeland is een hele stugge ploeg. Is een hele fysieke ploeg. En die zullen 90 minuten lang ons achter de vodden aanzitten. Ja, en wat gaat ervoor zorgen dat jullie die wedstrijd gaan winnen? Goed voetballen. Nou, simpel. Goed voetballen. We zeggen de opdracht is duidelijk, toch? Wat bedoelt zij precies met goed voetballen? Ja, dat we allemaal gewoon onze taak uitvoeren. En ook met vertrouwen op dat veld gaan staan. Met vertrouwen en plezier. En dan kunnen wij op ons best zijn. Ja, ga jij een hele belangrijke rol spelen dan waarschijnlijk. Ja, dat hoop ik wel. Met veel plezier, goed voetballen. Ja, dat hoop ik zeker. Ja, toch? Ja. We hebben een heleboel mensen die jullie heel veel succes wensen. Dat zie je op Instagram, dat zie je. Mm-hmm. Jij krijgt natuurlijk alleen maar reacties en volgers, maar dat krijgen jullie nu ook. Hashtag Oranje Leeuwinnen, hashtag Leeuwinnen Talk. Ja, dat wordt alle kanten gebruikt. We hebben een aantal hele mooie shout-outs voor jou en je team. Oh, leuk. Oranje Leeuwinnen, goedemorgen. Bij deze heel erg veel succes tijdens jullie WK. En alvast heel veel succes tijdens de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Zet hem op. Hop. Pop, 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 pop. Hey, Oranje Leeuwinnen. Ik ga hier in Marokko ter plekke iets voor jullie verzinnen. Maar waar moet ik beginnen? In ieder geval bij dat jullie gaan winnen.
van Nieuw-Zeeland. Ik heb met jullie gesproken. Jullie laten bij de tegenstander gewoon de meest enge nachtmerries spoken. Jullie kunnen ze roken als zalm. Blijf kalm. Want jullie zijn representatief voor ons land. Ik ben hier in Marokko. Dames, ik heb gewoon een satelliet geregeld. Alles om jullie te zien spelen. Je weet, we hebben dingen met elkaar mogen delen. En als ik naar jullie kijk, ga ik me sowieso niet vervelen. Dus jullie kunnen zorgen dat die wond die gisteren is gemaakt tegen Portugal kan helen. En jullie gaan de show stelen. Groetjes aan jullie, Ali met de stoppelbaard. Mooi. Dit is toch mooi, hè? Ja, dit geeft je kracht, ja, hè? Zeker. Echt, hoor. Hier ga jij van vliegen, hè? Ik wou zeggen, ja. Ik hoorde wel van mijn schoonvader. Die zat voetbal te kijken. En we zaten natuurlijk gisteren wel een klein beetje depri naar Portugal. Dat is niet heel belangrijk. Maar het is toch wel een beetje jammer. Zei mijn schoonvader. Maar ach, overmorgen, dus gisteren. Overmorgen gaan die leeuwinnen het helemaal goed maken. En ja, maar is toch mooi. Ik had ook zoiets... Het was gewoon niet zo negatief, omdat ik ook zoiets had van... Ja, de meiden gaan, gaan het gewoon doen, toch? Ja, maar het is toch mooi dat je gewoon nu de mannen en de vrouwen hebben. En dat mensen ons ook kennen en ons geloven. Dat is echt... Het is echt een droom gewoon, die is uitgekomen. Nou, daar hebben jullie wel echt voor gezorgd. Ja, maar soms besef je dat. Ja, maar jullie hebben geschiedenis geschreven. Ja, maar dat is ook, het is ook natuurlijk jullie. Hè. We hebben jullie ook nodig. Jullie zitten hier dan ook naast mij. Maar ja, zonder jullie komen wij er ook niet. En ik hoop dat jullie dat ook beseffen. En dat probeer ik altijd wel over te brengen aan de mensen die kijken en de mensen die ons supporten. Want ja, ik krijg zoveel energie in het stadion. Ja. Maar als er niemand zit, dan heb ik die energie ook niet echt, weet je. Ik heb wel mijn eigen energie, maar ik krijg zoveel energie van iedereen. Van jullie die dan nu naast me zitten. Maar dat neem ik wel weer mee morgen het veld op. En ja, dat vind ik gewoon echt heerlijk. Ik moet je afronden, sorry. Maar wij gaan morgen met onze oranje shirtje op de tribune jullie onwijs hard aanmoedigen. Ken je het even naar binnen buiten? Ja, één verzoekje aan jullie. Ja. Ik geef jullie een stift, hoor. Het kan iets glad, ja. Loop mee. Ja. Merci. Alsjeblieft. Ik wil jullie vragen om op onze caravan, want dit wordt een mooi collectors item, even heel erg mooi, groot, wat je wil, leef je uit, je handtekening te zetten, succes, kusjes, liefs, alles mag erop. En dan... Leef je uit. Okay, hier maar een handtekening. En terwijl zij hun handtekening nog op deze mooie oranje leeuwinnentak caravan zetten, wil ik jullie vragen om uiteraard morgen te kijken om 3:00 met die wedstrijd Nederland tegen Nieuw-Zeeland. Wij zijn er weer overmorgen met leeuwinnentak. Dan ben ik samen met Claudia de Breij en weer één of misschien zelfs twee leeuwinnen die bij mij in de caravan aansluiten. Dus morgen 3:00 wedstrijd Nieuw-Zeeland. Overmorgen weer kijken naar leeuwinnentak. Liken, volgen, abonneren, alles. Heel veel succes morgen. Dankjewel. Wij zitten op de tribune en wij zien jullie weer volgende keer. Jullie zijn toppers.